de concerten met de jeugdorkesten uit Valencia en Medellin. Maar ook vooral al het plezier eromheen heeft onze eufoniumspeler Robert Visser geïnspireerd tot het schrijven van de Pizzaria. Een werk waarin hij de luisteraar probeert mee te nemen in wat er allemaal achter de schermen gebeurt in een week vol muziek en plezier. Als u goed heeft opgeleid tijdens dit concert, hoort u thema's uit verschillende werken terugkomen. En in de Pizzaria hoort u vooral wat er gebeurt als het LBM Jeugdorkest geen muziek maakt. Ik geef nu het woord aan Maurice. Die zal het werk Pizzaria inleiden. En die is heel zenuwachtig. Ik heb ook te horen gekregen dat we gewoon scheidraamd hebben. Dus. Een week zonder slaap, maar met slechte woordgrappen. Te beginnen met het ontbijt om 8 uur. En dan de frituur om frituur. Scherpe humor en slappe pudding met stukjes. Spontaan de samba dansen tijdens een concert met een fantastisch Colombiaans jeugdorkest. En twister spelen in de nachtelijke oeren. Ja Marco, 10 zeehondje was er ook. We dachten met een paar jongens ontzettend grappig te zien. En de meisjes met slaagwerk wakker te maken. Smurgens. Een zeeshoer. Dames en heren, weet je dat een ode en een geweldige werk in het klooster Rolduc in Kerkrade, zodat wij het LBM Jeugdorkest een week de gast mochten zien. Luistert gij door het onze eigen gecomponeerde Robert Visser, Pizzaria.